Ons gaan aan half 4 ook. Nou, ons het al een bietjie gedeel in die verlede uitgedeel, maar hierdie is die eerste keer wat ons nou formeel gaan half 4. So half 4 is wanneer ons iets in die helfte deel en wanneer al twee kante ewe groot is. Maar ons kan ook dit met nommers doen. So ons gaan skryf 6 is en dan gaan ons eerst begin deur ons 6 kolle te teken. 1 2 3 4 5 6. Nou moet ons twee bokse teken om dit in uit te deel. So ons maak seker dat die bokse groot genoeg is om al ons kolle in te kry. En ons moet twee bokse teken, want dit word in die helfte gedeel, dit word uitgedeel. So baie belangrik, ons moet eerst twee wegvat, een vir boks 1 en een vir boksie 2. So ons teken een in boksie 1 en een in boksie 2. Nou kan ons so aangaan, een vir boks 1, een vir boks 2. En ons teken om elke keer hier in. En dan een vir boks 1, een vir boksie 2. Ons teken hulle in. Nou moet ons seker maak dat al twee boksies evenveel het. So kom ons tel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So al twee boksies het 3, so 6 is 3. Dit betekent 6 gehalveer is 3, of 6 die helfte is 3. En dan kan jy nou gaan, jy skryf elke keer 4 is, 2 is, 8 is, 12 is, 10 is en 14 is. En dan gaan deel jy hulle, dan teken jy jou kolle en jy gaan deel hulle so uit.